Jan de Jonge, uh, nieuwe trainer uh, van Sportclub Geen voor, uh, voor de rest van het seizoen. Uh, je zat vandaag nog, uh, nog niet op de bank? Nee, als je goed opgelet hebt, dan heb je dat gezien, inderdaad. Nee, nee ja, gisteren uh, zijn we eruit gekomen in principe. En, uh, ja, ik heb nog niks kunnen doen. Uh, Ongeheerd wat gesprekjes gevoerd links en rechts. En, uh, en dan vandaag de wedstrijd gezien. En dan uh, dinsdag beginnen. Wat heeft je doen bes be besluiten om, uh, om, uh, om deze klus aan te gaan? Nou, in de eerste plaats maar ik graag met groepen werken. Uh, ik ben uh, vorige maand teruggekomen vanuit het buitenland. Uh, nou, de mensen uh, die maakten mij wel redelijk enthousiast. Ik heb vandaag gezien dat we met elkaar uh, een behoorlijke klus klaar hebben. Dat is wel. Zo simpel is het ook. Ja, want, uh, wat vond je van de wedstrijd? Ja, heel wistvallig, uh, we komen echt goed op 1-0 voor. Dan uh, is het ook zo dat tot de rust eigenlijk 1-0 moet blijven. Uh, in twee minuten is het weg. Nou, ook een beetje het, uh, het beeld van de afgelopen weken natuurlijk. Nou, dan loop je weer achter de feiten aan en dan wordt het wat lastiger, want in de tweede helft kun je wat dikker verliezen. Van zo simpel is het ook. En waar ga je de nadruk op leggen de komende weken? Nou, de nadruk moet wel liggen op, op de omschakelmomenten die we hebben: wat we te weinig en niet goed genoeg doen. Dat we kort op elkaar spelen, dat we duels gaan winnen en dat we als team gaan functioneren. En dat is wat minder dan, dan de, bijvoorbeeld de tegenstander van vandaag, want daar zat het wel in. En dat heeft ook te maken met de resultaten, uiteraard. Maar je ziet wel genoeg aanknopingspunten om geen, geen muiden van degradatie te behouden? Ja, uiteraard, anders begin je er niet aan. En, en, maar het is niet zo heel belangrijk dat ik het zie. Het is veel belangrijker dat het team het ziet. En daar moet van we werken.